Vanuit Buitensporig is dit Café 0.0. Presentatie Tom Zuidema. Dit is weer een nieuwe aflevering van Café 0.0 vanuit Café Restaurant Buitensporig. Vandaag zijn aangeschoven Hans van Bergen en Nico de Groot van de L-Stars. Die zijn bezig met een nieuw project en daar gaan we vast van alles over horen. Nico en Hans, willen jullie je even voorstellen? Nico. Ik ben Nico de Groot. Afgelopen december ben ik onderscheiden omdat ik 12,5 jaar lid ben van de L-Stars. Wow. L-Stars muziektheater inmiddels genoemd. En ik ben daar spelend lid en ik zit in de PR-commissie. Hans, volgens mij de muzikale insteek. Ja, ik ben Hans van Bergen en ik ben dirigent sinds 2008 van L-Stars Muziektheater. Als we het hebben over een nieuw project dat op stapel staat, want we kennen de L-Stars natuurlijk van spraakmakende, plaatsgebonden musicals. Die doen iets. Die betekenen iets voor ons en daar zitten ontzettend veel mensen achter. Wat is een nieuw project? Wat gaan we doen? Wat gaan jullie doen? Het ligt er een beetje aan op welke termijn je denkt. Het grote project dat we gaan doen, dat gaat in november 2024 in de Agnietenhof spelen. Dan doen we White Christmas, een musical van Irving Berlin. Met kerst gaan we nog een kerstprogramma doen met in Avezaat, Kerk Avezaat in de kerk. En kerk, waarschijnlijk ook nog bij de Vier Gravinnen of iets dergelijks. Oké, dat zijn de liedjesprogramma's. Ja. Hoeveel mensen mag ik daar dan verwachten? Hoe groot is die club? Onze club. Ja, de L-Stars. Dus we hebben 21 maart hebben we een open repetitie gehouden. Er zijn 4 nieuwe mensen komen kijken. Die waren bij de repetitie daarna ook weer allemaal terug. Dus we blijven denken dat die ook blijven hangen. En dan zitten we bijna op 50 leden inmiddels, spelende leden. Nou, daar doe je een klein beetje verbaasd over. Hè? Er waren 4 mensen nieuw en die kwamen nog terug ook. Is dat bijzonder? Nee, het is in ieder geval heel erg leuk, ja. Natuurlijk. Het is heel fijn om te merken dat wij als vereniging aansprekend genoeg zijn voor andere mensen om te denken, nou, daar wil ik me wel bij aansluiten. We hebben natuurlijk met de corona een hele rotte tijd gehad om de club bij elkaar te houden. Zijn ook mensen afgevallen die het te lang vonden duren en die zeiden, ja, om zo lang te wachten om weer te spelen, te dansen en te zingen, dan ga ik wat anders doen. Dan ga ik wandelen of hardlopen of weet ik wat. Aan het einde van de corona kwamen er ineens ook weer nieuwe leden op de proppen. Dus de afgelopen periode hebben we een stuk of 8 nieuwe leden weer gekregen. Want het is gezellig, denk ik dan. Wij streven ernaar om altijd een hoogwaardige productie te maken in de Agnietenhof. Maar het is ook een club, en daar staan we wel onbekend, waar mensen terecht kunnen met hun lief en leed. Dus het is wel een hechte groep mensen die met elkaar dingen, veel met elkaar deelt. Oké. Hans, je bent dirigent, zeg je net. Betekent dat je verantwoordelijk bent voor de muziek, de partituren, maar ook waarschijnlijk de stukken voor de instrumenten. Is dat niet heel ingewikkeld? Want je werkt toch met amateurs, denk ik? Ja, dat is heel ingewikkeld, ja. Oké. Maar dat kan ik toch? ik heb prachtige voorstellingen gezien, maar ik ben een beetje op zoek naar... wat voor worsteling is het voor de professional? Want dat ben jij misschien als een van de weinigen in zo'n groot gezelschap, om het allemaal in goede banen te leiden. Hoe werkt dat? Nou, het is, we doen dus eigenlijk altijd bestaande muziek. Dus, en soms bewerken we een klein beetje, maar dat is meestal bestaande muziek. Dus we krijgen van een uitgever een vocal score, dus gewoon de noten om te zingen. En we krijgen de orkestpartijen. En een partituur. En dan zoek je instrumentalisten erbij om het te spelen. En dat ligt heel erg aan hoe het arrangement is van wat er is. Mm-hmm. We hebben bij Titanic bijvoorbeeld hadden we een orkest van bijna 40 man met veel strijkers en alle blazers die er zijn en slagwerk en van alles. Bij de laatste die we gedaan hebben, Curtains, zat alleen maar blazers bij. Mm-hmm. En dan wat keyboards en zo, maar dus dat bleef beperkt tot zo'n orkest. Bij White Christmas hebben we weer een volledig symfonieorkest nodig. Wow. Maar het is
Dat gaan we niet helemaal op die manier doen. Mm-hmm. Je moet ook denken van het is eigenlijk een big band met strijkers. Daar komt het op neer. Forse aangeklede big band. Ja. Ja, Hans zegt dan wel, als ik even mag interromperen. Graag. Hans zegt dan wel van we krijgen dan dit en we krijgen dan dat. Voor al die rechten en al die papieren en al die dingen. Dat moet wel fors betaald worden. Hè? Ja, ja, ja. Het is niet zo van, oh ja, ze krijgen alles aangeleverd en dan... Ik begrijp het een beetje in, maar je moet zo'n productie op de planken brengen. Voordat je al iets gedaan hebt, moet je voor die rechten al... Ja. Want dat zou mijn vraag ook zijn, hoe professioneel zijn die Elstars nou eigenlijk? Ik bedoel, het is leuk en we gaan er met snelle regelmatig naar kijken. En het lijkt zo vanzelfsprekend, hè? We zijn in Agnitof, we hebben een voorstelling. Maar daar zit nogal wat aan organisatie en talent achter. Wat voor bedragen hebben we het over? Een hele ordinaire vraag, maar gewoon wat kost nou zo'n productie? Tienduizenden euro's. Ja, ja. Maar goed, dan krijg je dus ook de kwaliteit met goed licht, goed geluid, mooie liedjes. Iedereen een microfoon, zodat iedereen te verstaan is. Ja. En we hebben eigenlijk de laatste jaren nooit klachten gehad over van ja, we kunnen niemand verstaan, want die heeft geen microfoon. Of ze moeten met z'n drieën in één microfoon tetteren. Dus dat, ja, en dat kost ook geld. Ja. Nog even terug naar Winter's Tale, een bekend verhaal. Maar ook White Christmas. White Christmas. Ja. Neem je, excuseer. Ook White Christmas. Ook een het is wel winter, verhaal. Maar ja, het is wel sneeuw erbij. Meer sneeuw dan. Dat is een bekend verhaal, maar ook een wat ouder verhaal. Toch? Ja. Geeft dat niet? Moet je het actueel maken? Of? We hebben ervoor gekozen tot nu toe, want we zoeken voor iedere productie bij de Elsters altijd een regisseur en een choreograaf voor die productie. Mm-hmm. Voor deze productie hebben we nog geen regisseur in de arm genomen. En die heeft er natuurlijk ook wat over te zeggen. Ja. Maar de insteek die we nu hebben is dat we het spelen in de tijd waarin het geschreven is. Het begint, White Christmas, de film ook, hè, die ervan is. Die begint in de winter, dus met jaarwisseling of kerst 1943. Mm-hmm. En dat is de eerste 5 minuten van de musical en daarna gaat het over naar 1953 en dan speelt het zich verder af. Dus het is, en we hebben er tot nu toe voor gekozen om het ook in die tijd te laten spelen. Nee. Dus we gaan niet moderniseren. Het lekker historisch beeld gaat je het zijn. Ja. Ja. Okay. Kan de mevrouw van de kleding zich ook lekker uitleven natuurlijk. En van de jaren 50 jurken en soldaten pakken. Het is even terug in de tijd, ook voor heel veel kijkers. Dat vinden mensen ook, de mensen die naar de Elsters komen, verwachten dat ook. Die willen een mooi decor, die willen mooie kleding, die willen spektakel. Ja, dat hoeft niet per se, maar wel dat het klopt, dat de kapsels kloppen. Ja, ja. En er is weer zo'n groep van grim en schmink en kleding en decor. Decorgroep zal ik ook nog even gaan noemen, die... ook voor Stichting Zo en Betuwe Toneel werkt. Die mogen wij ook altijd aanspreken. Die maken dus ons prachtige decor. Daar zijn we ook heel blij mee. Dus samen wordt het altijd een mooi product. Het is een enorm samenwerkingsproject. Ja. Zo ken ik het ook. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. En we gaan elkaar zeker terugzien. Oké. Okay, graag gedaan. Dag. Dit was weer een aflevering van Café 0.0 vanuit Café Restaurant Buitensporig. Graag tot de volgende.